Hoi, vandaag is het doedeldag 22 en ik ga je laten zien hoe je een trekker tekent, of een tractor. En daarvoor begin ik met een heel groot wiel. Je zou ze ook met profiel kunnen tekenen, maar dat doe ik niet, want ik hou het graag simpel. En dan, ja, dat ding in het midden. En dan teken ik een lijn die daar omheen loopt. Tot dan hier. En dan vanaf hier teken ik een lijn omhoog. En die gaat dan hier de bocht om. En hier teken ik de lijn door. En dan ga ik proberen om recht omhoog een lijn te tekenen. Ja. En deze lijn trek ik dan ook weer door. Zo. En dan ga ik vanaf hier een lijn tekenen. En die trek ik ook weer door. En dat is dan het dakje, zeg maar. Zo. En dan sluit deze nu aan. En dan vanaf hier teken ik een streepje. En dan een streepje omhoog. En hier komt nog weer een streepje om, zeg maar, te laten zien dat er twee ramen zijn, die en die. Dat zijn twee ramen. En dan teken ik hier het voorwiel. Die is wat kleiner. Met nog een cirkel in het midden. Zo. En dan teken ik hier even een lijntje om het aan te sluiten. En vanaf hier teken ik ook een lijn omhoog. En dan gaat die lijn schuin omhoog. En dan teken ik hier alvast de die pijp waar de uitlaatgassen uitkomen, zeg maar. En dan teken ik dat lijntje door. Zo. En dan teken ik hier een hoekje voor de voorlamp. En hier nog een, maak ik zo die pijp af. En dan heb je hier een trekker. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt om te tekenen. Doe anders even een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Doeg! En als je wil, kan je dan ook nog wat wolkjes tekenen. Zo. Klopt niks van, maar goed.